En op een mistige vroege voorjaarsdag in ons koude kikkerlandje namen we de Ducati Scrambler mee voor een lekker toerritje in het zuiden van het land. Nou ja, lekker. Het was koud, mistig en nat. En dit is volgens Ducati een echte funbike. Denk vreugdevuur op het strand en surfplanken. Dus op de weg rijden allemaal prima. Maar het werd tijd voor een beetje lol. MotoMe style. De Ducati Scrambler. Nou, we zagen hem al afgelopen jaar op de motorbeurs in Milaan, Joost. Ja. We konden hem alleen nog niet rijden tot nu toe. Maar ja, die Scrambler, het is bijna geen Ducati meer. Ducati probeert het bijna te verheffen tot eigen merk, de Scrambler. Ja, precies, precies. Het is net een beetje als Harley Davidson, dat ze een heel universum proberen te creëren rond wat Harley dan heeft met het merk Harley Davidson. Mm-hmm. Maar hier dus met het merk Scrambler. En dat hele universum dat bestaat uit vrienden, lekker rijden, ongecompliceerd, geen gedoe, ja. Lekker naar het strand met z'n alles. Maar de basis, de speel van alles is ongecompliceerd, authentiek. Motorrijden. Waarmee jij dus eigenlijk zegt dat modern rijden, modern motorrijden, gecompliceerd is. Ja. Er worden wel steeds meer drempels opgeworpen. Kijk, in de eerste plaats door de mechaniek zelf, natuurlijk de techniek zelf. Tegenwoordig moet je een halve IT-expert zijn, wil je ook de computers begrijpen die op een motorfiets zitten. Dat is bij dit helemaal niet. Ja, maar je krijgt wel een hoop functies dan. Ja, maar je wel wat aan hebt. Ja, maar zit iemand... veiligheidssystemen, noem het dan maar op. Ja, maar dat is leuk voor de freaks, weet je wel. De gewone gast die een jackie aan wil trekken, zonder dat hij drie kwartier bezig is met allerlei E3-keuring, 4-keuring kleding aan te trekken. Schoon, broek, jasje, ja. Potje. Ja. Hup, sleutel erin, ja. Rij met dat ding. Voor te zeggen, absoluut. Dat is een beetje die Scrambler dus. Dat is een beetje die Scrambler. Kijk, voor mensen die eigenlijk dan op een scooter zouden stappen, maar dan wel op een motor willen rijden. Ja, oké. Maar is die Scrambler ook zo ongecompliceerd? Nou, wij hebben hem meegenomen naar een terrein waar je gewoon verschrikkelijk veel fun kan hebben met zo'n ding. En we gaan het gewoon eens proberen. Ja, goed. Maar voor de pret losbarst, eerst nog even wat basisgegevens op een rijtje. Deze echte Ducati Lifestyle fiets is uitgerust met een 803cc 75 pk luchtgekoelde V-twin, die in totaal 68 Nm koppel produceert. Prima op zich voor de 186 kilo drooggewicht die de motorfiets met zich meedraagt. Opvallend is de zithoogte van 79 cm en zelfs te verlagen tot 77 cm. Dat geeft iedereen de mogelijkheid met de Scrambler kennis te maken. Al zal je dit als lange Jan niet echt kunnen waarderen. Wie gaat hem rijden hier op het strand? Oprotten. Ik ga hem rijden. God, weg! Ga ik eens even kijken of hij wel door het zand heen kan. Weet je, die Scrambler is gewoon een motor voor mensen zoals Bart, weet je, mensen die elektrische sigaretten. Ja, en dan had hij het over ongecompliceerd. Komt hij met een elektrische sigaret aan? Weet je, ik ga gewoon even dat ding op het strand. Hij gaat rijden met dat ding. Zo'n Scrambler, echt waar. Voor hipsters. Is niks voor ons. Dat is voor mensen met elektrische sigaretten. Dat is niet echt. Met nieuwe kleren aan. Met nieuwe jasjes aan. Wat is daar ongecompliceerd aan? Elektrisch roken. Over zee? Nee. Ja, Buckler. Chef Buckler. Bart Buckler. Bart. Nou, rijden we dat ding. Ja! Weet je, de gozer die staat zo meteen tot zijn assen in de troep. Nu niks aan de jeugd overlaten tegenwoordig. Ja, het feit dat Ducati hem verkoopt als funbike, dat klopt hem wel. Ja, grote waffel. Maar in Nederland bakt hij er helemaal niks van. Van een kampvuur aan het strand met je vrienden. Om toch even in een iets daglicht, ander daglicht te staan. Oh. Weer een illusiearmer. En een deel van mijn ego. Ja, kijk, daar staat hij dan. Hij begon een beetje te glijden aan de voorkant. Maar als je nou een klikje extra ingaande demping doet, dan was dit nooit gebeurd. En ook die tractiecontrole, ABS, wheel and launch control, als dat gewerkt had, dan was er niks gebeurd. Dat heb je met authentiek motorrijden. Ongecompliceerd motorrijden is gewoon niet no-go. Oké. U dacht klaar te zijn, meneer Overzee? Ik dacht, we zoeken nog even het bos op in het kader Lekker Dagje Uit. Ah, het is
is natuurlijk allemaal wat extreem wat we met die Scrambler doen. Maar het gaat hier om lol. Als het een fiets moet zijn waar je lol mee kan hebben, nou, dan moet je natuurlijk ook in het bos kunnen rijden. En Joost gaat zijn gang wel. De laatste keer herinneren dat jij met je Ducati in het bos was en op het strand? Het is mij met een Panigale nog niet gelukt. Nee, dat is toch iets smeriger dan ik verwacht had eigenlijk tijdens deze kwieke toerrit. Ja, schoonmaken. Maar goed, met dank aan Alex van den Broek en Jimmy Lewis uit Pahrump, Nevada, dat dit tot een goed eind is gekomen. Ik kan me wel herinneren dat je op je gat lag net, dus lekkere ja. Cursus heb jij gehad. En met excuses aan... Zeker een firma uit Bologna. Zeg overigens even een klein beetje overdreven hoe het ding eruit ziet. Het is natuurlijk wat extreem wat wij gedaan hebben met de Scrambler. Maar ja, wanneer ben jij voor het laatst met een Ducati in het bos of op het strand? Ja, nooit dus. Nee. Dus dit, hij kan het. Het is gewoon hartstikke leuk. Ik wil niet zeggen dat hij ervoor gebouwd is, want het is hij absoluut niet. Maar hij kan het wel. Ja. En voor de rest, ja, weet je, het is inderdaad echt die makkelijke funbike die ze bedoeld hebben. Precies. Kijk, en je kan gewoon best wel eens een keer een gravelpad pakken. Ja. Weet je, het kan zoveel meer. Je bent niet gebonden aan bepaalde procedures en een bepaald wegdek en dergelijke. Maar de kern is, pak je hem makkelijk als vrije tijd. Ja. Ja. Dus dat is goed. En die vering die is best wel soepel allemaal en zo. Weet je wel? En die zal een keertje klonk doen aan de voorkant. Ja. Who cares? Weet je, als je daar zoveel comfort voor terugkrijgt. Want je zit echt op een poef. Ja, het is een rijdende poef. En het is ongenadig. Je gaat ongenadig licht stuurt die vind ik persoonlijk. Hij stuurt licht. Ja. Hij schakelt hartstikke licht. Het blok reageert hartstikke goed. Hij heeft voldoende power. Dus hij heeft alle elementen in zich om echt die makkelijk te pakken vrije tijdsfiets te zijn. Dus ik zeg, Ducati missie geslaagd. Ja, dat zeg ik wel. En ik ben sowieso blij dat de luchtkoeler terug is, maar dit geheel terzijde. Die wil jij weer onder de monster hebben. En die wil ik wel weer onder de monster hebben. Nee, ik zeg missie geslaagd en ik wil hem wel hebben als boscrosser. Boscrosser. Ja, waarom? Nieuwe Scrambler eruit, boscrosser erin. De Ducati boscrosser. Kom op, wegwezen hier. Boscrosser. Klinkt ook lekker lijp, ja.